Welkom mensen bij weer een gloednieuwe video. Vandaag heb ik weer een nieuwe mod versus map. De map die vandaag het gaat begeven is de Wampix Fly, oftewel de Mega Achtbaan map. Dit is bij ons een van de meest bekeken maps van Map Spotlight. En daarom vond ik het toch wel leuk om deze eruit te kiezen. Dus ja, dan kennen de meeste van jullie kennen deze map dus al. In de beschrijving zal een linkje zijn naar de video waarmee ik hem heb opgenomen met Stan. Ik moet wel erbij zeggen, je ziet het hier al een beetje met de blokjes misschien al. En hier misschien met de missende chunk. De map is niet helemaal 1.6.4 compatible, want de mod die wij vandaag op deze map los gaan laten is namelijk de Tornado mod. En deze mod is 1.6.4, dus er zijn een aantal dingen, nou in ieder geval je ziet heel veel dingen die niet helemaal kloppen. Gelukkig is de baan nog redelijk intact gebleven, maar ja, hier het station is dus een beetje heeft het dus een beetje begeven. Maar goed, de map, ik vond hem in ieder geval nog goed eruit zien om hem verder te slopen. Want ja, je ziet hier dus al is er al een chunk eruit gegaan. Waarom, ik heb werkelijk geen idee. Van dit kan ik nog wel een klein beetje begrijpen. Maar hier zie je dus ook dat hier ook een chunk echt een beetje leeg is. Dus ben jij benieuwd naar deze spotlight van de map? Die trouwens ook met shaders is. Vandaag geen shaders. Ik heb wel shaders geprobeerd op de Tornado mod. Maar helaas zijn de tornado's dan niet te zien. Of in ieder geval heel slecht te zien. Want, wat is namelijk de Tornado mod? Voor degene die de mod showcase nog niet hadden gezien. Dit is een mod waarmee jij allerlei dingen kunt doen die bijna niks te maken heeft met tornado's. En je kan ook tornado's spawnen. De tornado's kun jij een grootte geven van 1 tot en met 5. Je kunt ze op twee manieren spawnen door middel van de gun. Dat is deze, de tornado gun. Of door middel van de commands. En dat is deze slash... Deze was het volgens mij. Ja. Dan heb je slash WM spawn tornado. En daarachter tornado moet je nog neerzetten wat voor grootte jij hebt. Nu zie ik hier dat schip. En ik denk toch dat ik heel eventjes het stukje van de mod doe. Die nog niet echt iets te maken heeft met de tornado's. Namelijk met het wormhole. Nee, de wormgun. Die was trouwens niet zo leuk. Item. Hier waren ze. Shockwave heb je. En de drill. Dan gaan we de shockwave en de drill doen. De tester kon je niks mee. Voor het geval je dat nog afvroeg. Want ja, wat wij dus vandaag gaan doen is deze map. Dus kijken hoe deze map reageert op die mod. En allereerst gaan we dus kijken hier bij de boot. Wat er gebeurt als jij hier de shockwave op doet. Nou, je ziet er gebeurt vrij weinig met de shockwave. Misschien met de wol of iets. Nee, ik zal wel even snel laten zien wat de shockwave daadwerkelijk doet. Die doet namelijk dit. Oh, what the fuck. Dan doet hij het. Hij doet het helemaal niet. Drill doet het wel en de shockwave doet het niet. Oké. Okay. Nou, dan skippen we de shockwave en doen we wel de drill. Excusez-moi. Dan gaan we de drill doen op het boot. Dus we gaan de boot lekker boren. Die kunnen we aan verschillende kanten boren. Nou, je ziet alle items vliegen eruit. Als je de hoek van de drill zodanig doet. Ja, je ziet. Nu zie je dus de gedeeltes hiervan kunnen dus weer. Oh, zelfs onder de grond spawnen. Of onder in het water. Nou, we gaan hem. Wat nu als we hem recht vooruit boren zo. Nou, je ziet die blokjes gaan er allemaal doorheen. En die, als het goed is komen ze wel ergens nog terug. Nou, ik dacht dat de boot in ieder geval wel een beetje goed bestand was tegen de... Dan gaan we heel veel drills erin zetten. Oh, kijk hier hoeveel blokjes eruit gaan, gek. Wajo. Oh, je ziet hier ook dat er een heel stuk van de boot al verdwenen is. What the fuck. Nou, dan vind ik dit toch wel een mooi plekje om hier alvast één tornado neer te gaan zetten. Dan zetten we hem denk ik gewoon hier op het einde van de boot neer. Kunnen we hier zelfs in een kamertje nog? Ja. Een soort station ervan. Nou, dan lopen we hier. Dan gaan we hem hier neerzetten. Dan hebben we dus een ongeveer een 1/4 kans dat de tornado ook daadwerkelijk recht door de boot gaat. Ik hoop echt dat de tornado dat ook gaat doen.
denk het wel. Ik denk serieus dat hij nou recht door de boot gaat. Aight. Je ziet dus nu dat de tornado recht door de boot gaat en dus gedeeltes van de boot meeneemt. Je ziet, niet alles neemt hij mee, maar wel de onderste gedeeltes. Nou, je ziet de tornado gaat al een beetje richting de achtbaan. Jammer genoeg. Niet geheel door de boot heen. Maar je ziet dus ook de tornado die past zich aan op de kleur van de stenen of de blokken waar die naartoe gaat. Nou, je ziet de destruction van deze tornado is een beetje weinig. Ah kijk, het begint al een klein beetje te komen. Ja, hier kun je wel een beetje zien wat de tornado kan doen. Je ziet dus hij heeft al een klein beetje rails hier weggehaald. En hier ook. Oh, hij gaat nu naar de startbaan toe. Gaat hier bij de startbaan en dadelijk ook waarschijnlijk het station. Want de richting van de tornado's zijn een beetje onvoorspelbaar. Het is niet zo, als je één richting opkijkt, dat de tornado de richting heen gaat waar je naartoe kijkt. Dus bijvoorbeeld, ik spawn hem zo, dat hij daarheen gaat. Nee, je hebt totaal geen idee waar hij heen gaat. Je ziet ook, hij gaat ook niet in een rechte lijn. In dit geval gaat hij een beetje in een bocht. Of meer in een cirkel om, ja, om de map heen eigenlijk. Op zich wel gunstig, want ik wilde eigenlijk dat de eerste tornado alleen de boot een beetje beschadigen. Nou, in dit geval heeft hij dat een klein beetje wel gedaan. Wat we nu gaan doen is nog één andere... Nee, wacht, we gaan eerst iets proberen, namelijk de command. Want met de command kan jij grotere tornado's inspawnen dan deze. Dit is namelijk de tornado van categorie 1. En in de mod showcase had ik alle categorieën laten zien, behalve 2. En dat waren namelijk categorie 2 en categorie 4. Dus die kunnen we vandaag mooi proberen. En dat is namelijk deze /WM spawn tornado 2. En het probleem met de commands is dat je werkelijk geen idee hebt waar ze spawnen. Nou, in dit geval spawnt hij dus super ver weg. Ik gok erop dat hij deze kant op komt. Volgens mij loopt hij wel, of gaat hij wel deze kant op. Ja. Volgens mij gaat hij wel richting de achtbaan toe. Maar je ziet dus, dit is categorie 2. En die categorie 2 is dus al stukken groter dan die eerste categorie. En deze doet ook stukken meer damage. Nou, je ziet, deze is toch wel een goeie. Want bij de mod showcase had ik het erover. Categorie 3 en 5, die deden wel blokken eruit halen. Maar alleen van de bovenste laag. En je ziet bij deze, die doet dus echt ongeveer 3 diep dingen weghalen. Oh shit. De tornado heeft de onderkant. Oh shit. Hij gaat dus nu recht door de achtbaan heen. En je hoort ook allemaal glas kapot gaan en zo. Er zitten heel veel command blocks en allerlei dingen hier aan de onderkant. En die heeft de tornado dus bijna helemaal kapot gemaakt. Ja, je kan er dus hier mooi doorheen kijken. Nou, jammer dat het niet zo heel goed te zien is wat de tornado nou daadwerkelijk weg heeft gehaald. Oh! Hij gaat er nog een keer langs. Nu kan je dus ook goed zien dat een tornado gewoon letterlijk delen van de vloer hier weg aan het halen is. Op aan het vreten is. En ook de items die de map niet herkende zijn nu eigenlijk vrijwel helemaal weg. Oh, shit. Als je nu kijkt, hier stond eerst het logo van de achtbaan. En nu zie je dus ook, heel de achtbaan is dus helemaal vol gegooid met blokken door de tornado. Want degene die dit heeft gemaakt, die heeft dus ook ervoor gezorgd dat ja, de blokken stoppen. Of in ieder geval bijna alle blokken stoppen op een bepaalde plek. Je ziet dus nu dat de baan een beetje vol wordt gegooid met dirt blocks. Maar dus ook hier, dit is best wel een mooi voorbeeld moet ik zeggen. Dat hier deze kant helemaal vol wordt geplakt met die tornado. En je ziet, zijn kracht gaat een beetje weg. De tornado gaat langzaam weg. En nu kan je dus ook zien wat voor een ravage deze tornado heeft achtergelaten. Je ziet ondertussen nog wat blokjes die hij nog mee had genomen allemaal spawnen. Of in ieder geval vallen. Maar je ziet dus, hij startte hierachter. Ging hier helemaal hier doorheen. Een stuk door het gebouw heen. Hij had ook een stuk eronder gepakt. En ja. Nu kan je dus mooi zien hoeveel blokken hij ongeveer mee heeft genomen. Als het goed is, is de andere tornado die ik net in de boot heb gespawnd ook onderhand klaar met het kapotmaken van het land. En nu ga ik dus een beetje deze kant op.
Want ik gok nu dat de volgende tornado ook die kant op zou spawnen. En dat is namelijk een tornado van categorie 4. Dus ik hoop dat die daar komt. Zo te zien niet. Nou, dan hoop ik in ieder geval dat hij deze kant op gaat. Maar je ziet dus, deze is een stuk groter als die we net hadden. Net hadden we dus de nummer 2 en de nummer 1. De nummer 1 had ik met de gun gespawnd. En de andere dus nu met de command. Nou, het is dus altijd een beetje te onvoorspelbaar waar de tornado's naartoe gaan. Het kan dus zo zijn dat deze hier een beetje in de buurt blijft en de map niet eens aanraakt. In dit geval lijkt het er wel op. Dus ik denk dat ik toch wel even die gun dadelijk moet pakken. Voor het geval deze niet echt in de buurt komt van de map. Hier kun je dus dadelijk ook goed zien. Nou, je ziet het ook al een beetje aan het ijs. Deze tornado heeft dus iets minder effect dan die eerste en die tweede. Je ziet hij pakt niet alle blokjes mee en ook niet een aantal diep. Het is een beetje moeilijk te zien. Nou, nu kan je het wel goed zien trouwens, want het was op het ijs niet zo goed te zien. Je ziet dus nu de blokken van 1 hoog neemt hij wel mee. Of in ieder geval die op de bovenste laag zit van het land. De rest niet. En gelukkig gaat hij nu richting de achtbaan. Dus zometeen ga ik er denk ik hier ook nog eentje op spawnen. We doen er gewoon 2 tegelijk. Scheid hadden we net ook. Dus dan doen we dat hier. Dan doen we er 2 tegelijk. Dan gaan we er nog eentje van type 2 spawnen. Kijken waar die nou terecht komt. Misschien dat die... Oh shit, volgens mij spawnt hij dadelijk... Oh ja, volgens mij is hij achter de nummer 4 gespawnd. Ik denk dat dan nu helemaal de blauwe, dat die andere tornado is. En dat ze nu met elkaar gaan kruisen. Nou, je kan dus nu zien dat nummer 4, als het goed is, nu delen van de baan aan het weghalen is. Ja, volgens mij wel. Ja, je ziet inderdaad, de bovenkant van de baan begint het te begeven. Elke keer ook alleen maar dit stukje trouwens, maar dat maakt verder niet uit. En hier deze, dat vind ik wel een beetje komisch, want de tweede tornado die haalt juist nog meer blokken weg dan die van de vierde categorie. Waar je dus van zou zeggen dat die meer weghaalt. Nou, je ziet, ja, aan het einde, we doen er dadelijk nog 2 of 3 tornado's bij. Maar je ziet dus eigenlijk dat de baan best wel bestand is tegen zo'n tornado aanval. Maar nu gaan we dus een beetje de final test doen. Dat zijn namelijk 3 tornado's op 3 verschillende plekken bij de baan. En die spawn ik dus in via de gun. Bij de gun kun je ook echt daadwerkelijk de plek aangeven waar de tornado echt gaat beginnen. Want we hebben dit gedeelte van de baan niet eens aangeraakt. Of in ieder geval, de tornado heeft het niet eens aangeraakt. Dus wat we gaan doen, is 1 tornado hier plaatsen. Eentje een stukje verder. Dus ja, je ziet al. Nou, hij plaatst in ieder geval... Oeh, shit, deze gaat wel echt helemaal recht er doorheen. Dan plaatsen we er ook eentje hier. En dan plaatsen we er eentje... Ja, je ziet dus ook de dieren worden er ook helemaal door meegenomen. En dan plaatsen we er eentje hier. En dan gaan we kijken wat deze 3 tornado's kunnen aanrichten bij deze map. Je ziet ook gewoon, als je door de tornado heen kijkt, je ziet letterlijk niks. Als je dichterbij komt wel, maar nee, je ziet echt bijna niks. Maar je ziet dus al, deze tornado begint wel echt de stukken van de map op te vreten. Het is wel dat de map iets hoger ligt en de tornado's eigenlijk echt stukken van de grond meenemen. Nu moet ik wel zeggen dat ik een beetje jammer vind, want alle tornado's die ik nou gespawnd heb, gingen letterlijk van de map af. Volgens mij, what the fuck? Ze zijn die twee zijn meteen hierheen gesjeest. Oh, je ziet wel, het geeft best wel flinke lag als je er 3 bij elkaar hebt. Nou, dan spawnen er nog gewoon eentje hier bovenop. Oh, ja, je krijgt echt lag van die dingen. Kijk, hier zie je dus, deze spawnt wel een beetje fatsoenlijk erop. Oh, dat was gezichtsbedrog, want hij spawnt erachter. Maar je kunt dus wel zien... De test, de baan heeft de test gewoon eigenlijk doorstaan. Want ja, de tornado's voelen het een beetje al aan dat de baan een beetje niet aan te tasten is. Of bijna niet aan te tasten is. En ja, ze piepen hem. Zoals je ziet, de 4 tornado's allemaal rennen een beetje weg van de baan. En dat betekent dus dat de baan het overleefd heeft. Ik had eerlijk gezegd niet verwacht
dat zo'n groot deel van de baan nog zou overleven. Ik dacht dat bijvoorbeeld die vierde, of in ieder geval de tornado van categorie 4, echt een heel stuk op zou vreten van de baan. Het heeft het in principe wel gedaan, want echt stukken van de baan zelf zijn ook echt weg. Dus bijvoorbeeld hier, dit blijft dan nog wel intact, maar hier, deze kant zijn die allemaal leeg. Of in ieder geval stukken leeg gehaald. En hier ook bij deze kant is het heel goed te zien dat die tornado's daadwerkelijk wel stukken van de baan hebben weggehaald. Maar dus niet heel veel. Het lijkt nu dan een beetje dat de baan een beetje vies geworden is. Wat wel echt weggehaald is, is hier dat ja, station, om maar zo te zeggen. Je kan dus nu letterlijk naar beneden kijken wat er allemaal onder zich, onder het station begeeft. Ik moet wel zeggen, aan het begin van de video was dit stuk al wel een beetje leeg. Omdat de map niet helemaal compatible was met de Minecraft versie. Maar nog steeds heeft de tornado vooral hier de vloer echt weggevreten. En ja, het is gewoon heel mooi om te zien. Vooral bij diegene van de tweede categorie, de eerste die ik had gespawnd. Het is gewoon heel mooi om te zien wat voor pad die lopen. Dan kan je gewoon heel goed zien dat die echt gewoon hierheen komen en niet eens een recht pad lopen, maar gewoon echt, ja, gewoon random overal naartoe gaan. Ook bij die eerste tornado die ik gespawnd had in die boot was het ook goed te zien bij deze dat die echt alle kanten op gaan. Nou, hier zie je dus ook dat twee paden van de tornado's kruisten. Dat de ene die kant op ging, de andere die hier zo. En ja, de boot heeft het ook best wel goed doorstaan. Er zitten wel een klein beetje naschokjes bij, zie ik. Ik ben toch wel benieuwd of er misschien heel veel van die... Nee, het valt best mee. Ja, het is dat deze chunk een beetje weg is, maar... ja, ik had ook bij de boot iets meer verwacht. Ik denk dat we nog ondertussen gewoon eentje erin doen. Gewoon midden in die boot. Hier bij die fontein even eentje nog neerzetten. Want je hoort al wel allemaal glas kapot gaan. Nu hoor je heel veel glas kapot gaan. Holy shit. Dat klinkt niet goed. Oh, hier kan je wel zien dat die echte... Oh, hier, dit stuk heeft hij helemaal opgevreten. Oh, ja. Maar je ziet dus ook omdat de boot ook wat hoger ligt eigenlijk. En de tornado officieel alleen stukken van de grond weghaalt. Waar je hier dus mooi kan zien. Kunnen de tornado... Wow. Ho! Eén tornado is hier recht doorheen gegaan. Dat had ik nog niet gezien. Wow, dat ziet er wel echt gaaf uit. Ho! Ja, die ging hierheen. Die rende weg van de achtbaan. Maar die kwam dus ondertussen onderweg ook de boot tegen. Ah, dat ziet er wel gaaf uit. Kan je ook mooi zien wat voor, aan deze kant wat voor blokken er allemaal vanaf komen. En hier in ieder geval van die driller aan het begin van de video. Nou, nogmaals. De achtbaan heeft de test dus volstaan. Volbracht, hoe je het ook wil noemen. Ik hoop in ieder geval dat jullie de video leuk hebben gevonden. Ik heb een tijdje terug ook een andere... Oeh, kijk, er gaat alweer nieuwe blokjes erbij plaatsen. Ik heb een tijdje terug had ik ook een andere mod versus map gedaan. Dat was namelijk de More TNT mod tegenover de SpongeBob map. Heb je die niet gezien? Kijk ook even in de beschrijving. Daar zal een link daarna zijn. De mod, de map, het staat allemaal in de beschrijving. Laat zeker een duimpje omhoog achter als je de video leuk vond. Laat even achter wat je van de mod vond en van de map. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Later, hè, mensen.